Goedemorgen allemaal! Vandaag is de dag. Vandaag gaan wij ons nieuwe album voorstellen aan iedereen via een livestream. Zoals jullie zien zit ik in de auto. Ik ben net aangekomen in Studio 100. Ik ga mijn mondmasker opzetten, mijn grief pakken en naar binnen gaan. Want we hebben soundcheck binnen een paar minuten of binnen 1 minuut. Maar ik wou gewoon even zeggen dat ik het echt super spannend vind. Want ja, ik ben altijd kei benieuwd wat iedereen van onze nummers vindt. Gisteren zijn we nog bij Danira, bij Vandaag geweest. De walletjes zijn een beetje van vermoeidheid. Maar ik ben echt super gelukkig, want ik ben zo blij dat het vandaag is. Dat de dag eindelijk is aangebroken, dat we onze CD naar buiten brengen. En ik heb er gewoon kei veel zin in met de liveband en zo. Dus dat gaat kei, kei tof zijn. Hoppa. Hey Klaas. Hallo. Klaar voor vandaag? Ja, ik ben nu walletjes of ik heb het weg. Ik heb het ook. Nou ja. Maar ja, vanochtend mag het toch, hè? Dus ja. Straks worden we helemaal mooi opgemaakt. Ik heb er zin in. Ik ook. Marty. Hi. Oh, je ziet echt cool uit. Oh, dank je. En, zin in? Ja, ik vind het wel spannend. Ja, echt hè? Het is zo druk. Ja. Ook zo morgen en overmorgen en dan gisteren zoveel gedaan. Ja, dat zijn we. Nee, ik heb ook echt ziek gevallen. Ik dacht echt van morgen opstaan. Oké, nee, nog even blijven liggen. Ja, echt wel. Ja, ik ook. Even alleen ons hier. 1, 2, 3, 4. Het is generale. Dus we gaan eigenlijk voor de allerlaatste keer alles doordoen nu. Voordat het voor echt is straks. Dus het is wel een beetje spannend, maar vind je het goed komen? Altijd alle vertrouwen, Marten. Ik ben een zeer positieve mens. Ja, dat weten we. En de liedjes zijn ook echt superleuk. Ik vind echt toffe nummers. Het is een perfecte combo. Oké, maar dan maken we het stil. Dank u. Concentratie. Inspiratie. En kopen van. Hier is K3 met de dans van de Farao. En zie je het zitten? Ja. Ja hoor. Goeie generale? Ik denk het wel. Ja, ik denk het ook wel. Maar ik denk dat ik straks wel een beetje zenuwachtig ben als ik er eenmaal sta. Ik ook. Maar normaal. Ja. Ja, maar zo bij ons, die studeren is altijd iets waar we heel zenuwachtig voor zijn. En dan hoort je dat van elkaar en dan maakt mij dat nog zenuwachtiger. Ja, als je hoort dat de anderen dat de andere zo, heeft, ja, of zo de mist ingaan, dan... Ja. Maar ik hoop dat we gewoon gaan genieten. Het gaat gewoon leuk zijn. Ja. En op zich, de mensen kijken wel, maar wij zien hun niet. Hè. Ja. Dus je hebt zo geen judgy blikken. Het is alleen zo... Wat ook wel raar is hoor, want er is zo geen feedback. Je ziet zo geen mensen dansen of klappen of... Ja. Voor ons is het ook wel echt heel spannend. Ja, het is spannend. We ja, zitten aan 4500 bijna. Echt? Oh, wat leuk. Maar dat is gezinnen, hè? Dus dat is veel groter dan bijvoorbeeld de Brabantval in Eindhoven, maar dan 2 keer. Ah, of ja, niet? Maar... Toch? Is dat niet 2000? Dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet. Ik weet het eigenlijk ook helemaal niet zeker, maar... Pakt wel. Vond het wel een leuk idee. Nee, het is Ja, dat is Sportpaleis. Het is 13.000. Het is Lotto Arena het wel. Is minstens 2 of bijna 3 keer het Pop-up Theater. Ja, dat is
Oh, amai. Oh, wel. Maar die hebben dat soort kleine tribunes. Die e-mailadressen die hebben aangemeld, dat zijn gezinnen. Ja, dus er zijn meer mensen. Misschien is het wel 5 keer 4000 of zo. Ja. Nou, dan is het toch zeker 2 keer de Lotto Arena. Dat is wel zo. Want de Lotto is toch 5 tot 8? Ja, mag geen stress dan. We zullen het daarop doen. Nee, het is niet zoveel. We zijn volledig op ons gemak nu. Ja, jullie hebben eigenlijk de afgelopen, volgens mij afgelopen 6 jaar, eigenlijk nu elk jaar een album uitgebracht. Wat best wel een strak schema is, zullen we maar zeggen. Is het voor jullie nog de afgelopen maanden een beetje geweest dat je dacht van, oh, nu kunnen we misschien eigenlijk ook even iets meer ademhalen? Ja, wij missen denk ik vooral het contact met de mensen en de fans en de optredens, zoals iedereen. Maar ik denk dat wij ook wel heel dankbaar zijn, want wij hebben wel een film kunnen opnemen in coronatijden. Wij brengen ons album nu uit. Dus ja, eigenlijk zijn we wel heel blij dat we op een creatieve manier dit toch kunnen doen. Dat zijn wel lichtpuntjes. En ik kan mij voorstellen, als dat album er niet had gelegen, dat wij nu ook zoiets hadden van, wow, een periode niks te doen. Dus ik denk dat wij heel veel geluk hebben nu. En daar zijn we wel heel dankbaar voor. Kwartier voor aanvang? Ja. Jij hebt dat gehoord. Ja. Klaasje zit in de make-up. En Anne. Anne, kwartier voor aanvang. Oké, ik heb dus iets voor. We hebben vandaag cd-presentatie van ons nieuwe album Dans van de Farao. En dus wij hebben ons pakje ook aan. Maar we hebben gisteren opnames gehad bij Vandaag. Bij VRT. En we hadden eigenlijk de schoenen aan die we onder deze outfit aan hebben. En rarara, waar zouden mijn schoenen nu zijn? Thuis. Dus die zijn eigenlijk nu nog onderweg. Het is nu 10 na. En om 30:30 is het de perspresentatie van onze cd. Dus het wordt op de valreep. Denk ik dat mijn schoenen hopelijk gaan aankomen. Zo niet. Ja, dan zullen we het wel zien aan mijn witte sokken. Hè. Spannend. En we zijn live, helemaal live vanuit de Studio 110 in Schellen. Hartelijk welkom op de officiële cd-presentatie van de allernieuwste cd van K3. Die ziet er zo uit en die heet Dans van de Farao. Afgelopen zomer draaiden ze de film en vandaag stellen ze in primeur enkele liedjes uit die cd voor. En ja, jullie weten dat jullie hebben vragen kunnen opsturen en die stellen we straks. Maar eerst, schuif al die stoelen en tafels aan de kant. Maak er een feestje van om u tegen te zeggen, want hier is K3! Speciaal voor het première weekend. Dus de beelden die wij vandaag maken, die zijn echt alleen tijdens de première te bekijken. En dan zullen we jullie in de bioscoop echt aanspreken. Hallo allemaal! Hoi! Oh, zo fijn dat jullie er allemaal zijn. Zwaai eens een keertje. Hallo! Hoi! Jacques Vermeire! Woehoe! Klaus! Hallo! Hallo! Goedendag iedereen. Zeg Jacques, vond je het eigenlijk leuk om mee te spelen in deze film? Nee. Natuurlijk vond ik het leuk. Ik heb me volledig kunnen uitleven. Ik heb zelfs een kat mogen spelen. Miauw. Ik had het zo. Begin.